Dames en heren, van harte welkom bij dit webinar over de Elga ACE hybride waterpomp. We gaan u vanmiddag bijpraten over de techniek van de Elga ACE. En bijvoorbeeld wens ik u al heel veel plezier en ook heel veel wijsheid daarbij toe. Mijn naam is Rick Bruins, ik werk voor Remea in Apeldoorn. Ik ben verantwoordelijk voor business development. En zoals gezegd, vandaag neem ik u mee in de wereld van de hybride waterpomp. Samen met mijn collega Marijn. Even wat huishoudelijke dingetjes. Uiteraard is de gelegenheid tot het stellen van vragen. We zijn met ongeveer 170 personen, dus het is niet zinvol om dat via stemgeluid te doen. Maar u bent van harte uitgenodigd om vragen te stellen in de chatfunctie. Er zit een heel team van moderatoren zitten klaar om uw vragen te beantwoorden. We zullen u wat vragen ook een aantal keren tijdens deze presentatie. En we stellen het erg op prijs als u uw mening wil geven in de polls die we gaan behandelen in dit webinar. Als de presentatie klaar is, dan krijgt u deze thuis opgestuurd. Dat kunt u morgen in uw mailbox verwachten. En dan kunt u de presentatie nog een keer rustig nakijken. Dat zijn alleen trouwens de PowerPoint sheets. En volgende week, dan krijgt u dit hele webinar nog opgestuurd, zodat u ook inclusief de verhalen van Marijn en van mij dit nog een keer kan nakijken. Nou, wat gaan we behandelen? Ik ga hem even kort inleiden. Daarna dan neemt mijn collega Marijn het over. Dat gaat over de installatie. Daarna gaan we het hebben over de ketels, de thermostaten en de afgiftesystemen die erbij komen kijken. Hoe gaan we dat hydraulisch aansluiten? Hoe stellen we hem in bedrijf? En we sluiten af met een korte samenvatting over alles wat er vandaag behandeld wordt. Nou, nog even over de energietransitie. We staan natuurlijk voor een grote opgave met elkaar in Nederland. We moeten woningen verduurzamen. Dat kan met warmtepompen, dat kan met warmtenetten, dat kan met ketels. En onze visie is dat er eigenlijk meerdere wegen zijn die naar duurzaamheid leiden. En dat ze ook allemaal een rol gaan spelen. Dus het zal voorlopig zo blijven dat woningen met gasvormige energiedragers worden verwarmd. Dat kan voor de time being nog aardgas zijn. Maar uiteraard maken we daarvoor ook een overstap naar biogas en naar waterstofgas. Dat kan elektriciteit zijn, hè, door middel van het voeden van warmtepompen. Warmtenetten zullen een grote aandeel krijgen in de markt. En uiteraard ook de combinaties van een aantal energiedragers. En dan moet je met name denken aan gasvormige en elektriciteit. En dat is ook waar we het vandaag over gaan hebben. De zogenaamde hybride systemen. Waarbij de warmtepomp de woning warm houdt, zolang het kan. En de gasketel het water verwarmt voor douchen en alle andere redenen om warm water te hebben. En als het buiten zo koud wordt dat de warmtepomp het niet meer trekt, dan zal ook de gasketel bijstoken. Zodat eigenlijk comfort altijd verzekerd is. Nou, kijkend naar de doelstellingen die zijn gesteld door de overheid. In 2050 dan moeten eigenlijk alle woningen CO2-neutraal verwarmd kunnen worden. En dan moeten we ons realiseren dat 85% die we dus in 2050 energie-neutraal moeten verwarmen, dat die nu al bestaan. Die zijn nu al gebouwd. Dus met andere woorden, het wordt eigenlijk tijd om nu ook die bestaande bouw aan te gaan pakken. En het leuke van hybride is dat het kan zonder dat er extreme investeringen voor nodig zijn. We gaan hele mooie stappen zetten om de eerste verduurzaming plaats te laten vinden. We moeten wel voldoende kennis met elkaar ontwikkelen. En daarom ook dit webinar, om die kennis met elkaar te delen, om ervaringen uit te wisselen. En om zodoende ook die markt verder te gaan ontwikkelen. Om te voorkomen ook dat consumenten afwachtend worden. Je hoort nog wel eens, joh, ik doe nog even niets. Ik wacht tot waterstof bijvoorbeeld marktrijp is. En dat is eigenlijk zonde van de tijd. Dus laten we vooral nu beginnen om hybrides te gaan plaatsen. En om de eerste stappen te zetten richting die verduurzaming van de bestaande bouw. Nou, zo'n hybride, ik hoor nog wel eens, ja, dat is een soort van tussenoplossing. Hè. Dat gaan we na 5 jaar toepassen en dan maken we de stap naar bijvoorbeeld waterstof. Ik denk dat hybride een mooie oplossing is en zeker geen tussenoplossing, maar onderdeel uitmaakt van de eindoplossing. En dat wil ik u graag laten zien aan de hand van het plaatje wat nu in beeld is. U ziet hier op de x-as jaartallen van 1990 tot 2050. Op de y-as het gasgebruik, gemiddeld per Nederlands huishouden. Je ziet dat in de jaren 90 dat het ongeveer 1800 kub was. Dat daalt langzaam maar zeker. Dat komt door betere technologie van gasketels. Komt ook door de toepassing van warmtepompen, waardoor het gemiddelde gebruik in Nederland gezien van aardgas afneemt. En die dalende trend, nou, die zal zich wel een beetje doorzetten. Kijk je naar nu, naar 2020, dan zien we dat we ongeveer 1200-1300 kub gas gemiddeld verstoken. En dan zeggen we, joh, maar als we dat nou omzetten in bijvoorbeeld waterstof of biogas, dat is eigenlijk een onmogelijke opgave. De hoeveelheid aardgas is zo groot
dat het nu niet mogelijk is om dat in waterstof om te zetten. Maar stel nu dat we vanaf nu alle gasgevoerde systemen om gaan zetten naar hybride, dan weten we uit ervaring dat het gasgebruik minimaal halveert. En dan komen we uit op een gasgebruik van ongeveer 500 kuub per woning of zelfs iets daaronder. En als we dan de komende 30 jaar de tijd nemen om het huidige gasgebruik om te zetten in bijvoorbeeld waterstof en biogas, dan staan we voor een hele realistische opgave. Dan is de hoeveelheid gas die we in 2050 nog nodig hebben zo laag dat het beslist realistisch is om te denken dat dat in waterstof en biogas kan. En tegen die tijd is het mooie voor de eindgebruiker dat hij altijd de warmtebron kan gebruiken die het meest efficiënt is en het meest kostenefficiënt ook. Dus op de momenten dat elektriciteit goedkoop en beschikbaar is, de warmtepomp. Op de momenten dat waterstof of biogas goedkoop en beschikbaar is, dan schaak je over op biogas. En daarmee is een hybride dus wat mij betreft niet een tussenoplossing, maar maakt hij deel uit van de eindoplossing om Nederland te gaan verduurzamen. Nou, de voordelen van hybride, het is ten eerste een hele haalbare en eenvoudige oplossing. Als we 's ochtends beginnen met het installeren van een hybride systeem, dan is hij 's middags geïnstalleerd, dan kan de woning weer verwarmd worden, dan kan er weer gebruik worden gemaakt van de warmwatervoorziening. En dat kan ook zonder ingrijpende renovaties aan de woning. Dus met een hybride ga je niet je woning aanpassen op het systeem wat je wilt gebruiken, maar je gebruikt je installatietechniek, die pas je aan op de woning zoals die is. Het is ook een betaalbare oplossing. Daar komt Marijn zometeen nog even in zijn presentatie op terug. En het heeft een korte terugverdientijd. Gemiddeld genomen ben ik ervan overtuigd dat een hybride warmtepomp zich binnen 7 jaar laat terugverdienen. Het is daarmee ook een hele realistische en eerlijke oplossing. Het terugverdienen, dat gebeurt ook daadwerkelijk met de huidige gasprijzen ook. Wat de gasprijzen gaat doen in de toekomst, ja, dat weten we eigenlijk niet. Ik ook niet. Maar stel dat gas wat duurder wordt en sneller duurder wordt dan elektriciteit, ja, dan is het zeker een hele toekomstbestendige oplossing. Dus nu zitten we al op terugverdientijd van gemiddeld genomen 7 jaar. En het kan zich eigenlijk alleen nog maar verbeteren. Nou, zijn alle woningen dan voor hybride systemen geschikt? Ja, ik denk het wel. In principe wel. He, voor zover de fysieke ruimte is om een hybride systeem toe te passen, dan kan het vaak ook wel. En dat betekent eigenlijk dat alle woningen gebouwd voor het jaar 2000 zich uitstekend lenen voor hybride. Voor zover de fysieke ruimte aanwezig is binnen en buiten. Woningen gebouwd na 2000, dan kun je de afweging maken van hybride of all electric. Hè, die zijn vaak wat beter geïsoleerd, waardoor de stap naar all electric ook wat makkelijk te nemen is. En nieuwbouw, ja, dat is eigenlijk per definitie all electric, wat ook een prima oplossing is uiteraard. Ik wil nu mijn collega Marijn Beekman graag introduceren. Marijn, jij neemt er van mij over nu. Ja, heel veel succes. Ja, dankjewel voor de goede introductie. Ook namens mij, welkom allemaal. Aan mij om het technische deel uit te leggen, dus met name de installatie even goed te bekijken en te laten zien wat daar allemaal bij komt kijken. En de randvoorwaarden van de hybride warmtepomp vooral goed te bespreken met jullie. Nogmaals, zoals Rick zei, als je vragen hebt, stel ze vooral in de chatfunctie. En we stellen jullie ook een aantal vragen tijdens de polls. Volgens mij is de eerste al geweest. En er zullen nog een aantal volgen. Die hybride warmtepomp, hè, we zeggen de LGA's is de nieuwe norm in hybride warmtepompen en dat zeggen we met een reden. Allereerst een korte introductie van de LGA's zelf. Mensen die de huidige LGA al kennen. De LGA staat voor elektriciteit en gas. Daar komt de naam vandaan. De huidige LGA is één formaat. Dus eigenlijk de 4 kilowatt versie zoals we die straks van de LGA's ook kennen. Maar van de LGA's komt ook een maatje groter. Met name voor de wat grotere woningen met meer verbruik. Daar zal deze vooral het goed doen. Een van de randvoorwaarden van de hybride warmtepomp, en met name de LGA's, is dat je eigenlijk een afgiftesysteem wilt gebruiken wat maximaal 70 graden nodig heeft. Dat betekent niet dat de warmtepomp zelf maximaal 70 graden levert, maar vooral dat het systeem dat kan. Of het systeem in combinatie met de gasketel dat doet. Belangrijke randvoorwaarden, als het hoger wordt, dan heeft het energetisch niet zoveel zin, heeft het energiekosten technisch niet zoveel zin en is het ook voor de LGA's niet goed om naar zulke hoge temperaturen toe te gaan. Een andere eigenschap van de LGA's is dat het een split warmtepomp is. Dat betekent dat die bestaat uit een buitenunit waar bijvoorbeeld de verdamper en de condenser in zitten, de verdamper en de compressor van het koude circuit in zitten en een binnendeel wat binnen naast de ketel hangt waar de condensor van de warmtepomp in zit. Je hebt dus F-gassen nodig om het te installeren.
installateurs die zelf geen S-gassen hebben, maken soms gebruik van bevriende installateurs of andere bedrijven, koeltechnische bedrijven, die bijvoorbeeld in de winter of in de zomer veel airco's plaatsen, maar in de winter misschien wat minder te doen hebben. En zodoende dan van elkaars sterktes gebruik maken. Kijkend naar dat afgietsysteem, ik zei zojuist al, 70 graden is een beetje de grens voor het toestel en eigenlijk ook voor het rendement van je installatie. Dus dat betekent dat we eigenlijk systemen die op 90-70 draaien of 80-60 draaien, afraden om daar een hybride warmtepomp te plaatsen. Simpelweg omdat vooral de hybride warmtepomp dan slechts een heel geringe bijdrage kan leveren in het geheel, dus in de energielevering van het huis op jaarbasis. Ga je onder die 70 graden komen, dan wordt die bijdrage aanzienlijk vergroot. Dan ga je richting 65-70% van de warmtevraag die op jaarbasis gedekt kan worden. En dat is de moeite waard. Dan kan een hybride een goede bijdrage leveren. En je ziet aan de bolletjes en de kleurtjes dat een hybride eigenlijk daaronder altijd kan. Alleen op een gegeven moment krijg je een omslagpunt rond die 40-45 graden aanvoertemperatuur. Als je dat als maximum nodig hebt in het stookseizoen, ja, dan zou het goed kunnen zijn dat all-electric ook wel eens rendabel kan zijn. Dus als je afgiftesysteem daar al voor geschikt voor is, dan is dat wellicht de moeite waard. Een van de redenen dat we de LGE's ook in een maatje groter hebben genomen, dat als mensen de ambitie hebben om eventueel in de toekomst van het gas af te gaan, dat ze wellicht een wat grotere warmtepomp willen hebben om dat te kunnen doen. Ondanks dat hun huis er nu nog niet geschikt voor is. Dus dat het nog niet voldoende geïsoleerd is of het afgiftesysteem nog niet op die lagere temperaturen kan werken, biedt dat in de toekomst wellicht wel mogelijkheden. Kijkend dan naar die vermogens en wat specificaties van de warmtepomp, dan zie je bij 7 graden buitentemperatuur en 35 graden watertemperatuur dat de LGE's de 4 kilowatt inderdaad rond die 4 kilowatt vermogen levert en de 6 kilowatt net iets meer dan 6 kilowatt levert. Dus vandaar de naamgeving. Het is wel zo dat als de buitentemperaturen dalen of de watertemperaturen stijgen, dat het vermogen van de warmtepomp lager wordt. Dus bijvoorbeeld als je het energielabel van het toestel gaat bekijken en het productspecificatie van het plat daarbij hoort, dan zul je waarschijnlijk wat lager vermogen zien bij lagere buitentemperaturen en hogere watertemperaturen. Nou, wat je onder andere hier ook ziet is dat hij een 230 volt voeding nodig heeft, 8 ampère of 13 ampère afgezekerd. Tenminste, dat is de maximale stroomopname. Dus dat betekent dat je vaak op een bestaande huisaansluiting de LGE's prima kwijt kunt. We komen later nog even terug op de elektriciteitsaansluitingen zelf. Nou, verder staan er hier en daar wat gewichten, afmetingen vermeld en dat soort zaken, maar dat komt straks ook nog wel voorbij. De uitgebreide specificaties staan overigens ook in de brochure en dergelijke vermeld, dus die zullen we digitaal wel even meesturen. Dan de prijzen. In de vorige webinar werden die nog niet gemeld, inmiddels zijn ze vastgesteld. De LGE zal vooral verkocht gaan worden via de groothandel. En dit zijn de bruto prijzen van het toestel zelf. Dus dit is voor een buitenunit, een binnenunit, een zeeffilter en een buitenvoeder. Dat is eigenlijk de hoofdlevering. Hij wordt standaard zonder thermostaat geleverd, omdat daar allerlei verschillende opties voor zijn. Die we zo meteen nog wel eventjes zullen zien. Deze prijs is dus zonder installatiekosten. Dus zonder het koude middelleidingwerk, zonder de kabels trekken, zonder de handjes om het daadwerkelijk te installeren. Dat zit niet in deze prijs meegenomen. Om je een idee te geven, de meeste LGE's verwachten dat die rond de €4.500 inclusief BTW en aansluiten geplaatst gaan worden. Dus dat is voor de LGE's 4 in dat geval. De LGE's 6 die zal daar waarschijnlijk een orde grote €1.000 boven zitten. Zoals gezegd, hij gaat via de groothandel geleverd worden. Dat is het kanaal waar de LGE doorheen gaat. Dus dat betekent dat de groothandel mede in combinatie met de installateur de kortingen zal bepalen. Om de nettoprijs te bepalen. Daarnaast, als de LGE eenmaal geplaatst is of als die bedrijfsmatig geïnvesteerd wordt, moet dat vooraf gebeuren. Maar dan kun je subsidie aanvragen op de LGE. Op dit moment lopen er nog wat communicatie met RVO. Dus we hebben nog geen meldcodes gekregen, maar we hebben wel al de bedragen bevestigd gekregen. De LGE's 4 krijgt €1.600 subsidie, inclusief BTW, voor particulieren. Bedrijfsmatig is dat exclusief BTW. En de LGE's 6 krijgt €1.800 subsidie. Tot zover over de prijzen. Dan gaan we naar de eigenschappen van de LGE. En we hebben een aantal unique selling points of een aantal positieve eigenschappen van de LGE op een rijtje gezet. Je ziet ze hier staan. We zullen ze gedurende de presentatie ook allemaal langzaamaan voorbij zien komen.
Het eerste is, eigenlijk kun je in iedere woning die enigszins redelijk geïsoleerd is en met die minder dan 70 graden kan werken, kun je een LGA's als hybride toevoegen aan de bestaande installatie. Die zorgt er dan vervolgens voor dat je warmte tegen de laagst mogelijke energiekosten geleverd krijgt. Hij bepaalt zelf of hij de warmtepomp inzet of dat hij de ketel gebruikt. Net zoals Rick net al zei, bijvoorbeeld als we in de toekomst naar waterstof gaan of elektriciteitsprijzen variabel worden. Ja, dan kun je dat soort zaken kun je invoeren en kun je die keuzes gaan maken. Hij is eenvoudig en snel te installeren. Dat is een van de uitgangspunten geweest. Dat was bij de oude LGA al zo, relatief eenvoudig en snel te installeren. En hier hebben we nog een aantal zaken extra doorgevoerd om dat nog verder te verbeteren. Hij is optimaal in te zetten voor zowel warmtepomp als ketel. Daar zorgt hij zelf voor. Zoals gezegd komen we zo meteen nog wel even wat zaken op terug. Het is een vertrouwd systeem, zeker als je gewend bent om met Remea te werken. De regeling is het ACE-platform, wat je waarschijnlijk dan ook wel kent van de ketels. En het toestel is erg compact. Het is een van de kleinste hybrides op de markt, zo niet de kleinste. Zeker als add-on is het erg goed te plaatsen naast een ketel. En dat zullen we zo meteen nog even zien. Warmte tegen de laagste energiekosten. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste uitgangspunten van een hybride warmtepomp. Want ja, we zijn wel zuinige Nederlanders, dus het moet zich, terugverdienen is misschien een groot woord, maar het moet wel wat opleveren. En dat kan bij de LGA ook. En wat het dan oplevert, daar kun je als gebruiker of installateur kun je voor kiezen in de regeling van de warmtepomp. Je kunt kiezen, en dat zullen denk ik de meeste mensen wel doen, is op basis van energiekosten de warmtepomp te laten schakelen tussen warmtepomp of ketel. En de warmtepomp rekent dan op de achtergrond met de condities waaronder die draait, rekent hij zijn COP uit, zijn rendement, met de energiekosten die daarbij horen. En dan bepaalt hij dus van, is het op dit moment zuinig genoeg om met mijn warmtepomp te blijven draaien, of zijn de buitentemperaturen of de watertemperaturen inmiddels dusdanig dat ik beter kan overschakelen naar de cv-ketel. Bijvoorbeeld als het buiten echt koud wordt, min 5, min 10, dan heb je gewoon 60, 70 graden in je radiatoren nodig als je een 70 graden systeem hebt. En dat betekent dat dan de LGA dat het niet heel veel zin heeft om je warmtepomp te laten draaien, want dat kan die niet leveren. Andere afwegingen zijn bijvoorbeeld de primaire energie. Dus als je iets anders belangrijk vindt dan alleen maar de kosten, maar je wil primaire energie besparen of je wilt CO2 besparen, een andere afweging, dan kun je daar ook voor kiezen in de regeling van de warmtepomp. Ik denk dat het merendeel van de mensen voor kosten zullen gaan, maar dit zijn in ieder geval wel de mogelijkheden die erin zitten. Daar gaan we in de webinar met optimalisatiemogelijkheden die volgende week is, volgende week dinsdag, gaan we er wat verder op in. Ja, een LGA's en een LGA4 en een LGA's 6. Ja, dat maakt dus wel dat je moet gaan kiezen. En daar hebben we handige toeltjes voor bedacht. De 1 is de besparingstoel. En die besparingstoel helpt je enerzijds om de energiebesparing inzichtelijk te maken en ervoor te zorgen dat je kunt bepalen hoeveel gas minder je verbruikt en hoeveel elektriciteit je meer verbruikt. Dat is de consequentie daarvan. Maar uiteindelijk komt daar een energiekostenbesparing uit. Daarnaast geven we een advies en we laten eigenlijk allebei altijd zien, maar we geven één voorkeur voor een LGA's 4 of een LGA's 6 voor de betreffende situatie. Dus bijvoorbeeld als je een relatief kleine woning invult of een woning met een laag energieverbruik, dan zul je waarschijnlijk de LGA's 4 als advies aangeboden krijgen. Maar je kunt ook altijd de besparing met de LGA's 6 zien. En andersom, als je dus een grote woning hebt met veel energieverbruik, ja, dan kan het dus zijn dat je de LGA6 als eerste naar voren geschoven krijgt. Maar daaronder staat dan ook netjes de LGA4 als alternatief. Vooral als mensen zeggen, ja, ik heb die extra 1000 euro heb ik gewoon niet op mijn spaarrekening staan, maar ik wil wel nu die LGA's hebben. Ja, dan kan een 4 wellicht een prima oplossing bieden. Daarnaast hebben we als Remea een selectietool. En die selectietool is dus bedoeld voor als je eenmaal weet of je een LGA's 4 of een 6 wilt hebben, help je vervolgens om te kijken van, nou, wat moet daar verder nog bij. Wil je er bijvoorbeeld een e-twist bij? Wil je er een magneetfilter bij? Een aantal zaken of een buffervat, of een condensvoeler. Dat zijn zaken die je toe kunt voegen en die je helpen om een offerte samen te stellen richting de eindgebruiker. Het toestel is compact en dat heb ik eerder al genoemd, zo niet de kleinste op de markt. En we hebben een plaatje met onder andere een knappe jonge dame erop, maar vervolgens ook een Serra Ace ernaast, naast de binnenunit van de LGA Ace. De LGA Ace 4 en 6 hebben allebei dezelfde binnenunit, in ieder geval de afmetingen zijn hetzelfde. De warmtewisselaar die erin zit en de koude middelaansluitingen zijn net iets anders, dus ze zijn niet uitwisselbaar. Maar aan de buitenkant zie je daar helemaal niks van.
En zoals je ziet, hij weegt slechts een kilo of 16. En qua afmetingen is het een hoogte van ongeveer 50 centimeter. Een breedte van ongeveer 27 centimeter en een diepte van 22 centimeter. Met andere woorden, heel vaak naast een kleine, compacte, moderne ketel altijd wel te plaatsen. Zijn er wat grotere, oude ketels in vraag of ter plekke, dan heb je vaak wel ruimte ernaast, maar zal het wat krapper zijn. En is het misschien zelfs een overweging om ook de ketel te vervangen. Advies is om dat eventueel wel gescheiden te doen. En dat heeft vooral met het huidige bouwbesluit te maken, dat je niet verplicht wordt om een aparte naregeling ook nog erbij te nemen. Mocht je daar vragen over hebben, laat dat gerust even weten. Daar zullen we, kunnen we volgende week eventueel nog wat, wat verder op inzoomen. Dan, als je eenmaal die LGA's gekozen hebt, een 4 of een 6, ja, dan moet uiteindelijk het daadwerkelijke installatiewerk gaan gebeuren. En eerst vraag je natuurlijk, ja, wat krijg ik nou geleverd? Hoe ziet dat eruit? Maar ik wil eerst even een stapje daarvoor nog doen, om met name de mensen die de introductie hebben gemist, nog heel even kort uit te leggen hoe de LGA's gekoppeld worden aan een ketel. En dat gebeurt namelijk iets anders dan bij de huidige LGA. De huidige LGA wordt vaak parallel aangesloten aan de cv-ketel. Of eigenlijk aan allebei aan het afgiftsysteem. En hier is het zo dat de cv-ketel gekoppeld wordt aan de LGA's. Dus je zorgt ervoor dat de aanvoerretourleiding aan de LGA's gekoppeld wordt. En hier zie je de LGA's binnenunit zie je rechts getekend. En links daarvan zie je de ketel getekend. Met naar onder naar rechts toe het afgiftsysteem. Als het ware met een hoop aftakkingen voor radiatoren. Dat kun je ook omwisselen. Je kunt ook zeggen, ik wil de LGA's aan de andere kant van de ketel hangen. En dan kruisen er wat lijntjes. Als je dat hier zo ziet, hier zijn ze omgewisseld, dan kruisen er wat lijnen. En dan zul je zeggen, ja, dat is met leidingwerk vooral heel lastig aanleggen. Maar gelukkig, daar hebben we aan gedacht. De aansluitingen die namelijk op de LGA's zitten, die zijn versprongen ten opzichte van elkaar. Dus je ziet de oranje en de rode lijn aan de achterkant, die zijn voor de cv-ketel. En de blauwe en de rode lijn, dat is voor het afgiftsysteem, die zit aan de voorkant. Dat maakt het makkelijker om die leidingen te laten kruisen. Worden dus in serie aangesloten en dan gaan we nu naar een wat complexer plaatje waar eigenlijk alles op staat, inclusief een aantal appendages. Schrik niet, er zijn een hoop dingen op één plaatje. Belangrijk is in ieder geval dat alles wat nu groen omlijnd is, zit in de levenomvang van de LGA's. Dus een buitenunit, een buitenvoeler, een filter in de retourleiding, een antenne, die zie je bij D staan. En uiteraard de binnenunit zelf, Bernard B is dat. Die worden allemaal geleverd. En als opties kunnen we ook een aantal andere zaken meeleveren. Die zijn geel omlijnd. Dat kan een uitgebreid C-filter zijn. Dus je ziet het filter nu in de retourleiding twee keer omcirkeld. We hebben een buffervat bij J staan. We kunnen ruimtemodule meeleveren, de E-twist vanuit Remea. Dat is nummer C, of letter C. En uiteraard kunnen we eventueel ook een nieuwe ketel leveren, mocht dat nodig zijn. Maar het is niet noodzakelijk. Dus de LGA's kan altijd naast de bestaande ketel geplaatst worden. Wat we niet leveren, ja, dat is eigenlijk de rest wat je in het plaatje ziet. Dus dat bijvoorbeeld een werkschakelaar en kabels en leidingen en koppelingen en dat soort zaken. Daar hebben we een lijstje van gemaakt om wel het overzicht te bieden. Ik wil ze eigenlijk niet allemaal doornemen, mede omwille van de tijd. Maar wellicht als je de presentatie terugkijkt, dan kun je in ieder geval een aantal zaken rustig doornemen. Belangrijk is in ieder geval dat je een kabel legt tussen de binnen- en de buitenunit. Dat is een voedingskabel, maar gelijk ook een signaalkabel. Dus dat moet een vieraderige kabel zijn. Daar hoort een werkschakelaar tussen te zitten. En als je naar de binnenunit kijkt, dan heb je daar onder andere een wandcontactdoos voor nodig voor de kleine LGA, dus voor de LGA-4. Die mag gewoon in het stopcontact. De grotere, die neemt inmiddels dusdanig veel stroom af dat we aanraden om daar echt een apart voedingspunt voor te maken. En bijvoorbeeld daar ook een werkschakelaar of iets dergelijks tussen te zetten. Of in ieder geval een ander soort stekker dan een normale wandcontactdoos. Je hebt ook nog wat R&R signaalkabel nodig, bijvoorbeeld voor de buitenvoeler en dat soort zaken. Thermostaat, als je die plaatst, moet ook aangesloten worden. En natuurlijk de communicatiekabel tussen de LGA's en de ketel in. Want de LGA's wordt eigenlijk leidend voor het systeem. En die bepaalt of de ketel wel of niet gebruikt gaat worden en ingezet gaat worden. Dus die moeten met elkaar kunnen praten. De antenne staat hier ook op het lijstje, die wordt meegeleverd standaard. Het is handig om die buiten de binnenunit te brengen en ergens gewoon in de ruimte te plaatsen. Anders zit die in een metalen behuizing en dat vormt de kooi van Faraday, waardoor het bereik aanzienlijk minder is. Dat is een 4G-antenne, dus is om de LGA online te krijgen. Andere zaken die nog van belang zijn aan de CV-zijde.
een waterfilter, een zeefilter wordt meegeleverd. Maar je kunt eventueel optioneel een ander filter plaatsen om bijvoorbeeld magnetiet af te vangen. De leidingen aansluitingen voor zowel de cv-ketel als voor het afgiftsysteem, die zijn uitgevoerd in koper, 22 mm, zodat ze makkelijk aansluiten bij de gemiddelde cv-buis. Het zijn verder kale leidingen, dus of je daar zelf kneelkoppelingen op zet of perskoppelingen of willen verlopen naar bijvoorbeeld dikwandig kunststof, dat zijn jullie. En dat mag je helemaal zelf bepalen. Andere zaken, buffervat, bypass komt zo meteen nog wel voorbij en een condens voor de verkoeling, die behandelen we volgende week. Dat is eigenlijk de voorbereiding voor de LGE's, voor de installatie. En wil ik nu eigenlijk kijken naar met name de elektrische kant en het aansluiten van thermostaten, ketel en de buitenvoerder. Een van de sterke punten van de LGE's is dat die met iedere cv-ketel gecombineerd kan worden. Uiteraard hebben we het liefst een Remea-ketel, dat spreekt voor zich. Maar het kan ook anders en dat is wel een van de uitgangspunten geweest voor het ontwikkelen van de LGE's, dat hij met iedere cv-ketel moet kunnen werken. Op voorwaarde uiteraard dat die cv-ketel aangestuurd kan worden met of een aan-uitcontact of een open termsignaal. Dat is de sturing die je kunt kiezen tussen de LGE's en de cv-ketel, onafhankelijk van wat er verder in de rest van de woning gebeurt. Dus of je nu een open thermostaat hebt of je een bezonregeling met aan-uitcontacten, maakt allemaal niet uit. Dit is de sturing tussen de LGE's en de ketel in. En uiteindelijk is wel het systeem hetgene wat bepaalt wat er gaat gebeuren. Het geheel der delen moet beter zijn dan alleen maar die delen zelf. En daar zorgt de LGA voor. De regeling die in de LGA zit zorgt voor een dusdanig goede samenwerking tussen zowel de LGE's als de ketel, dat je de maximale prestatie uit je afgiftsysteem gaat krijgen. Op het gebied van comfort, maar vooral ook op het gebied van de energieprestatie. Die twee zijn enerzijds tegenstrijdig en dat maakt wel dat het uitdagend is om ervoor te zorgen dat je, ondanks dat je energie bespaart, wel het comfort gaat halen. Goed, het makkelijkste besparen is gewoon je cv uit te zetten. Dan verbruik je helemaal geen energie meer. Maar dat is niet helemaal de bedoeling. In ieder geval niet zo comfortabel. Dus kijkend naar de andere kant van de LGA, dus niet tussen de LGA en de cv-ketel, maar juist aan de andere kant, daar zit in ieder geval een buitenvoerder aan de LGA vast. Niet onbelangrijk, hij heeft een weersafhankelijke regeling als basis. Voorts kun je een Remea-bus, dat is een Airbus, e-twist eraan koppelen. Dat is een Remea-eigen busprotocol, signaalprotocol. Je kunt er een open thermostaat aan koppelen. Zoomen we zo meteen nog even verder op in. Of je kunt een aan-uit contact gebruiken. Bijvoorbeeld van een thermostaat of bijvoorbeeld een regeling per vertrek. Nou, de andere opties die zijn voor de ketel. En je ziet hier al, de beste keuze, zowel voor het aansturen van de ketel, is open term. En aan de afgifte, of aan de ingang van de LGA, hebben we het liefst een Airbus, dus de e-twist hangen. Dat zorgt namelijk voor de beste samenwerking, de beste energieprestatie en geeft de meeste zekerheid. Ga je voor andere opties, dan wordt of de besparing mogelijk iets minder, of biedt het gewoon iets minder zekerheid of het wel of niet goed werkt. Bijvoorbeeld een open thermostaat, daar ben je echt afhankelijk van hoe de thermostaat zelf regelt. En kunnen wij niet garanderen dat hij de LGA goed aanstuurt. Sommige thermostaten regelen wat beter dan andere. En daar hebben we helaas nog niet alle zicht op van welke dan de beste prestatie levert. Even iets verder inzoomend op die verschillende manieren van regelen. De basis van de LGA is altijd een weersafhankelijke regeling, ongeacht van wat je daar verder op aansluit. Dat is eigenlijk het uitgangspunt en die zit er altijd in. Dat betekent dat je ook een stooklijn moet instellen voor de LGA. En of je daar dan vervolgens een aan-uitthermostaat of een e-twist aan koppelt, dat bepaalt verder hoe dat systeem gaat regelen en hoe nauwkeurig het werkt. Aandachtspunt is wel, zorg altijd voor voldoende flow en systeeminhoud. Dat geldt voor iedere warmtepomp, is dat het geval. Of je nu een LGE's neemt of een andere merk of type warmtepomp, maakt allemaal niet uit. Minimale vrij systeeminhoud, dus flow en inhoud, zijn altijd belangrijk. En dit kun je doen in de vorm van een buffervat, maar je kunt het ook anders oplossen. Dan kun je een e-twist toevoegen. En de e-twist zorgt ervoor dat je die stooklijn die je zojuist zag, dat je die kunt corrigeren aan de hand van de binnentemperatuur. Dus als je een hogere of een lagere gewenste binnentemperatuur instelt, dan schuift die stooklijn ook wat mee omhoog en omlaag.
En als je ruimte nog niet warm genoeg is, dan wordt bijvoorbeeld ook je stookkanaal vaak net wat verder naar boven geschoven. Om ervoor te zorgen dat het water wat warmer wordt. En als je ruimte wat te warm wordt, dan wordt je stookkanaal automatisch wat omlaag naar beneden bijgesteld. Dus dat is de invloed die een e-twist kan hebben op die stookkanaal. Zodat je stookkanaal eigenlijk wat nauwkeuriger wordt en de warmtepomp en de ketel samen dus nooit een te hoge temperatuur of een te lage temperatuur maken die of je besparing of je comfort in het gevaar brengt. Het voordeel is tevens dat de e-twist geschikt is voor zowel verwarmen als koelen. Lang niet alle afgiftsystemen zijn geschikt voor koelen, maar in de basis is de Elga geschikt voor koelen, mits je dan ook bijvoorbeeld een thermostaat eraan koppelt die geschikt is voor koeling. De open therm optie. En ik herinner me nu dat ik zojuist zei, van ja, eigenlijk is de basis altijd weersafhankelijk. En ja, dit is dan helaas dan toch die enige uitzondering. Als je een open therm thermostaat koppelt aan de LGE's, dan luistert de LGE's naar het gevraagde watersetpoint vanuit die open therm thermostaat. Dus de weersafhankelijke regeling gaat in dat geval overboord. En hij luistert echt alleen maar naar de open therm thermostaat. Hier zie je bijvoorbeeld twee Honeywell thermostaten afgebeeld. Een roundje modulation en een touch modulation. En die thermostaten die kunnen vrij nauwkeurig regelen. En weten we ook van dat ze vrij goed presteren. In combinatie met bijvoorbeeld een warmtepomp. Maar lang niet alle thermostaten hebben zo'n nauwkeurige regeling en werken op die manier zo makkelijk en zo goed. Dus let er alsjeblieft eventjes op dat dat niet automatisch is waar je voor kiest. En als je ervoor kiest, dat je daar goed vinger aan de pols houdt wat daar de consequenties van zijn. Ook daar, in open thermland, heb je diverse thermostaten die wel of niet geschikt zijn voor koeling. Dus als je een installatie hebt waar je koeling wilt leveren en je wilt met open therm thermostaat werken, zorg dan ook dat de thermostaat geschikt is voor koeling. En de laatste optie is een aan-uit optie. En dan gaan we toch weer terug naar die basis van de weersafhankelijke regeling, naar de stookkanaal. Op het moment dat je met een thermostaat aangeeft en moet verwarmd worden, dan gaat de warmtepomp weersafhankelijk stoken. En dan volgt hij nog steeds zijn stookkanaal. Daar zie je twee voorbeeldjes van, of eigenlijk de adviesinstellingen. Dus onderaan zie je een lijn voor vloerverwarming staan, waarbij we zeggen van nou, of je nu aan-uit regelt of een e-twist gebruikt. De adviesinstelling voor de vloerverwarmingstookkanaal is altijd 0,7. Ga je naar een aan-uit contact met weersafhankelijke regeling, dan raden we aan om de stookkanaal net wat hoger te leggen dan bij een e-twist. En dat heeft ermee te maken dat de e-twist zijn stookkanaal altijd nog iets naar boven of naar beneden kan corrigeren. En bij een aan-uit thermostaat wil je dus zeker weten dat je voldoende warmte levert. Vandaar dat de aan-uit thermostaat op een stookkanaal wordt gezet van 1,7 en die voor de e-twist op 1,5 wordt gezet. Je ziet links de eindpunten van die stookkanaal ook op 71 en 65 graden liggen. Of 70 graden, sorry, en 65 graden liggen. Dan het aansluiten daarvan, want ja, we hadden net vooral de theoretische benadering van wat komt u nu kijken bij de selectie en nu het aansluiten zelf. Als je de LGE's het deurtje of de voorkap eraf haalt, dan zit er een deurtje en op dat deurtje zitten alle printplaten. En linksbovenin, daar zit eigenlijk de printplaat waar je de ketel op aansluit. En rechts, waar de L-vorm naar beneden toe loopt, daar zit de hoofdprint van de Elga. En daar sluit je onder andere de thermostaat en de buitenvloer op aan. Daar zoomen we zo meteen nog even wat verder op in. Maar als je kabels wil aansluiten, zul je ze eerst moeten invoeren. En daar hebben we aan gedacht. Aan de onderkant van de Elga zit een sleuf waar je die kabels in kunt voeren. Dus dat zijn eigenlijk de signaalkabels van de thermostaat, van de ketel en van de buitenvoerder. Daar hebben we op het deurtje zitten er ook netjes klemhoudertjes om je kabel in te klikken aan vast. Zodat die niet door het toestel heen gaan zweven. En bovenin het deurtje zit een gat waar je die keurig netjes kunt invoeren. En dan kom je dus uit bij de printplaten waar je ze ook aan moet sluiten. Hier zie je dan schematisch of in tekening weergegeven waar die kabels door die deur eigenlijk naar voren komen. En je ziet bij 3 en 4 de buitenvoerder en de thermostaat staan. En bij 2 zie je eigenlijk een rode lijn staan met A, B en C. En dus dat is voor de aansturing van je ketel. Aan-uit, open therm of eventueel zelfs 0 tot 10 volt zou kunnen. Maar dat is in de woningbouw niet heel gebruikelijk. De mogelijkheid zit er dus wel op, maar wordt meestal niet gebruikt. Zoomen we wat verder in op de hoofdprintplaat van de
LHE's. En dat is de EHC07 printplaat. Andere toestellen van Remea met hetzelfde ACE-platform hebben bijvoorbeeld een EHC04 of andere soorten print. De EHC07 is specifiek voor de Elga. En dan zie je links een hele rij met klemmen of met stekkers zitten, waar je onder andere de buitenvoeler en de thermostaat op aan kunt sluiten. De groene is de Airbus, dat is voor de e-twist, of dus een open term thermostaat of een aan-uitcontact, dat kan allebei. En je ziet de T-out, waar het drietje bij staat, dat is de aansluitklem voor de buitenvoeler. Ze zijn allebei tweedraads bedraad, verder niet heel spannend, maar ja, goed om even te weten. En de ketel, het printje zit daarnaast, en dat is het CB12 printje. Daar zit naast het zomerwintercontact, wat je bij X3 ziet staan, daar gaan we nu verder niet op in, maar volgende week wel, zie je de aansluitingen 4 zitten. Dus dat is aan-uit, open term of 0 tot 10 volt, om de ketel aan te kunnen sturen. Dus daar komt de kabel te zitten die tussen de LHE's en de ketel in zit, wordt aangesloten. Andere elektrische aansluitingen, ja, en dat begint natuurlijk bij de voeding. Want het is een elektrische warmtepomp, dus dat betekent dat hij wel elektriciteitsaansluiting moet hebben. De LHE4, zoals gezegd, mag in stopcontact gestopt worden. En die heeft maximaal 8 ampère nodig. Zorg er wel voor dat je zeker weet dat die 8 ampère ook binnen die groep beschikbaar is waar het stopcontact in stopt. Of waar de LHE's in het stopcontact stopt. Want als daar ook al een wasmachine, een droger en de magnetron op zitten. Een beetje vreemd misschien op je zolder een magnetron. Maar goed, terzijde. Dan kun je in ieder geval de LHE's er niet meer bij prikken. Heb je een LHE 6, dan is die elektriciteitsaansluiting die je nodig hebt nog wat zwaarder. En mag dat volgens mij officieel niet meer door een stopcontact heen. Vandaar dat er gekozen is om daar een aparte elektriciteitsaansluiting voor te maken. En daar heeft de LHE dus ook geen stekker aan zijn binnenunit zitten. De LHE 4 heeft dus wel echt een stekker aan zijn binnenunit vastzitten. Dan vervolgens moet je nog een kabel leggen tussen de binnen- en de buitenunit. En waar de voeding van de binnenunit alleen maar een drieadige kabel is, hè, fase 0 en aarde, moet je tussen de LHE's binnenunit en buitenunit een vieradige kabel leggen. 1,5 mm². En dat is dus fase 0, aarde en een communicatieader. Die mogen allemaal in dezelfde kabel zitten. Zorg er wel voor dat het uiteraard een voor buiten geschikte kabel is, want je buitenunit staat immers buiten. En dan moet die kabel ook naartoe kunnen. Om die kabel in te voeren hebben we netjes aan de bovenkant van de LHE's binnenunit zitten netjes een wortel in de behuizing geschroefd. Maak er ook gebruik van, want daar is onder andere ook de trekontlasting die verplicht is voor je kabel. Om die kabel in te voeren en aan te sluiten. En ervoor te zorgen dat dat niet per ongeluk ergens losgetrokken kan worden en tot sluiting of iets dergelijks kan gaan leiden. Er zit nog een printje, of tenminste er zitten nog een aantal printen in, maar een van de printen die nog wel van belang is bij de installatie. En dat printje zit achter het display. Het display kun je losschroeven, kun je naar voren halen en dan komt dat printje zichtbaar beschikbaar. En dat printje is bedoeld om de antenne aansluiting te maken. Dus voor de 4G-verbinding met het internet kan die dan daar de antenne aansluiting gemaakt krijgen. Dat is het GTW30 printje wat erin zit. Die coderingen staan overigens niet overduidelijk op het printje zelf. Maar vandaar ook dat we de tekeningen er maar bij hebben geplaatst. Zodat je duidelijk ziet waar die in de LHE's binnenunit zitten. Zover de elektrische aansluitingen. Gaan we over naar de hydraulische aansluitingen en aandachtspunten. En dat heeft er met name met de volumestroom en de minimaal vrij beschikbare inhoud te maken. Eén slide daarover. De details van bijvoorbeeld buffervaten en dat soort zaken die bespreken we volgende week. Maar in ieder geval belangrijk uitgangspunt voor iedere warmtepomp is dat je de minimale volumestroom kunt halen. Die minimale volumestroom staat in de specificaties. Ik zeg op mijn hoofd dat die 7 liter per minuut is. Voor zowel de LHE 4 als de LHE 6. En die moet je realiseren. Dat betekent dus dat als je bijvoorbeeld thermostaatkranen hebt op je radiatoren die allemaal dicht kunnen lopen, ja, dan blijft er op een gegeven moment niet voldoende openstaan om die volumestroom te halen. En dat betekent dat je bijvoorbeeld een bypass zou moeten plaatsen. Het andere punt wat hier staat is dat je voldoende minimale vrije systeeminhoud moet hebben. En ook daar, als je bijvoorbeeld vloerverwarming hebt of radiatoren hebt die altijd openstaan waar geen thermostaatkranen op zitten, die dus niet geregeld verder worden, dan kun je die inhoud dus ook zoeken in je afgiftesysteem.
Een 2, 3, 4-tal radiatoren die altijd openstaan, kunnen prima voldoende systeeminhoud bieden. Hetzelfde geldt voor vloerverwarmingsgroepen. 2, 3, 4 vloerverwarmingsgroepen open. Als die altijd openstaan, dan kun je waarschijnlijk en je flow en je minimale vrije systeeminhoud halen. Zijn die groepen allemaal geregeld en kunnen ze dus allemaal geknepen worden, dan betekent het dat je eigenlijk onvoldoende energieinhoud overhoudt om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat je warmtepomp zijn minimale draaitijd haalt, maar veel belangrijker nog dat hij zijn ontdooicyclus kan draaien. Als een warmtepomp tegen wat lagere buitentemperaturen helemaal gaat ontdooien, gaat die warmte uit het afgiftsysteem onttrekken en betekent het dat daar inhoud voor nodig is en energieinhoud vooral. En die zoek je in je waterinhoud. Remer kan als optie eventueel een 25 of een 50 liter buffervaatje meeleveren die dan vaak in de retour geplaatst wordt. Volgende week daarover wat meer. Dan het hydraulisch en koude technisch aansluiten. Niet onbelangrijk. We zeiden al, F-gassen voor het is belangrijk. En we hebben ervoor gekozen om het liefst zo makkelijk mogelijk en zo snel mogelijk aan te sluiten. Een van de dingen die we gedaan hebben ten opzichte van de vorige LH is dat we bijvoorbeeld de temperatuursensoren hebben ingebouwd. En er zit een open verdeler in het toestel in plaats van dat je die buiten het toestel moet plaatsen als je hem in het verleden in serie wilde aansluiten. Tevens hebben we ervoor gezorgd, doordat we voor een serie aansluiting kiezen, dat je eigenlijk geen terugslagkleppen meer nodig hebt. Heel soms is dat nog wel eens het geval. Als je wat stroming hebt door je ketel, zou het misschien wenselijk kunnen zijn, maar over het algemeen kan het geen kwaad als ze er niet zitten. En daarnaast hebben we een automatisch ontluchter toegevoegd bovenop de LGE's binnenunit, die ervoor zorgt dat de lucht uit de installatie gaat, want dat is een van de meest voorkomende storingen / klachten, dat als de binnenunit eenmaal opgehangen is en de installatie van druk is geweest, dat vaak lucht voor de eerste storing zorgt, vaak al in de eerste 2-3 uur, zeg maar, nadat de installateur weg is gegaan. Dus met de automatische ontluchter is dat hopelijk te ondervangen en kan die lucht er in ieder geval uit. Dan moet hooguit de installatie nog een keertje wat bijgevuld worden. En uiteindelijk na verloop van tijd, als de lucht eruit is, moet die ontluchter ook dichtgezet worden. Want automatische ontluchters zijn we inmiddels bekend mee dat die mogelijk wel eens zouden kunnen gaan lekken in de loop der jaren. Dus verstandig om die na verloop van tijd weer dicht te zetten. Nou, het plaatje hebben we eerder gezien, hè? De ketel aansluiten op de LGE's. Dat doe je dus met de aanvoer en retour vanaf de ketel naar de LGA toe. Links of rechts, maakt niet uit, die aansluitingen zijn wat versprongen. De achterste aansluitingen zijn dus voor de ketel en de voorste aansluitingen zijn voor je afgiftesysteem. Je ziet hier ook in het blauw getekend in de retourleiding zit nog een buffervat getekend. Met name omdat er dus in het afgiftsysteem, zoals je ziet, een thermostaatknop bij de radiator zit en een bypass tussen de aanvoer en de retour in zit. Wat ervoor zou zorgen dat je te weinig inhoud overhoudt en vandaar dat er een buffervat getekend is. Aansluitingen zoals gezegd allemaal 22 mm en als dan de boel eenmaal aangesloten is, uiteraard vullen, ontluchten en zorgen uiteindelijk dat de boel op druk gezet wordt van, laten we zeggen, 1,5 bar ongeveer in koude toestand. En de F-gassenkant, dat is de andere kant van het verhaal. Hè. De F-gassen moet je gecertificeerd voor zijn om daaraan te mogen werken. En daar komt nu een nieuwe dimensie bij. Want koude middelen zijn schadelijk voor, in sommige gevallen in het verleden voor de ozonlaag. Maar in ieder geval dragen ze bij aan het broeikaseffect. En om dat effect te verkleinen gaan we naar steeds minder uitstotende en minder schadelijke koude middelen toe. Dus waar we in het verleden 134H, 407C, 410A gebruikten, hebben die allemaal een vrij hoge impact op die global warming potential. En gaan we toe naar andere koude middelen die daar een lager potentieel van hebben. Bijvoorbeeld R32A, waar deze LGE's mee uitgerust is. Het nadeel daarvan is dat die wel in de categorie A2L valt. Oftewel dat het een laag ontvlambaar koude middel is. Het is niet licht ontvlammer. Je hebt er echt wel een ontstekingsbron voor nodig om het aan het branden te krijgen. En ook echt wel de juiste mengverhouding met zuurstof, oftewel lucht. Dus het gaat niet zomaar branden. Bijvoorbeeld een vonkje van een elektrische schakelaartje zal echt niet direct tot ontbranding leiden. Maar een open vlam bijvoorbeeld zou dat wel kunnen. Betekent dat je gebonden bent aan wat regels en die staan onder andere in de EN378 omschreven. En die leiden tot bijvoorbeeld een minimale vloeroppervlakte. Dit is voor je koude middelaansluiting natuurlijk sowieso uitgesloten. We kwamen dit met de oude LGA een keertje tegen dat er gewoon tape of hennep wordt gebruikt om koude middelaansluitingen te dichten. Dan heb je waarschijnlijk je F-gaspapieren niet, maar dit is in ieder geval niet zoals het hoort.
gaan we terug naar die oppervlaktes die je nodig hebt. Die hebben we even op een rijtje gezet. De standaardvulling van de Elga E4 is 480 gram en die van de 6 is 980 gram. Die zie je hier terug en dan zie je ook wat voor vloeroppervlaktes je daarbij nodig hebt, afhankelijk van de hoogte waarop de onderkant van de binnenunit hangt. Dus als de onderkant van de binnenunit vrij laag hangt, betekent ook dat je meer vloeroppervlakte nodig hebt dan dat je, dan dat je hem wat hoger ophangt. Advieshoogte die we aanraden, omdat je dan de minste oppervlakte nodig hebt, is op 1 meter vanaf de vloer. En dan zie je hier dat je voor een Elga E4 met een minimale vulling zo'n 0,8 vierkante meter nodig hebt en voor de Elga E6 3 vierkante meter. En als je naar de maximale vulling toe gaat, dat is 800 gram en 1,4 kilogram, dan heb je dus ook meer oppervlakte nodig. Dan ga je richting de 2 vierkante meter en iets meer dan 6 vierkante meter. Hier nog wat andere eigenschappen voor het koude middel, onder andere voor de koude middelleiding en dergelijke. Neem daar een keer je tijd voor. De standaardvulling is voor 7 meter en 10 meter geschikt voor de 4 en de 6. Bijvullen kan wel en dan kun je zelfs tot 20 en 30 meter koude middelleidingen toe. Als je buiten unit gaat plaatsen, hebben we een aantal aandachtspunten. Enerzijds, net als eigenlijk bij je binnenunit, heb je voldoende volumestroom nodig. Bij je buitenunit is dat ook het geval. Alleen daar gaat geen water doorheen, maar lucht. Dus die lucht moet vrij kunnen stromen. Zorg dat er geen obstakels zijn. Daarnaast begint geluid steeds meer een aandachtspunt te komen. Er komt wat wetgeving aan die onder andere eist dat je maximaal 45 en 40 dB overdag en 's nachts op de gevel van je buren mag maken aan geluidsdruk. Dus dat vraagt nogal wat ten opzichte van de plaatsing en dat je er even goed over na moet denken. Voor die luchtstromen, daar staan wat plaatjes voor in de handleiding. Met welke ruimte je moet houden rondom je buitenunit om, als je verschillende vlakken wil gebruiken dicht wil zetten, hoeveel ruimte je dan moet houden voor je luchtstromen. En als je gaat kijken naar geluid, dan zijn er eigenlijk een aantal manieren waarop je daarnaar kunt kijken. Een geluidsvermogen, wat een buitenunit maakt, is onafhankelijk van de opstelling. Dus het maakt niet uit of er nou een muurtje omheen staat, of dat vrij veld is of wat dan ook. Dat maakt allemaal niet uit. Dat is geluidsvermogen. En geluidsdruk is afhankelijk van hoe je hem opstelt en welke afstand je er toeneemt. Dus bijvoorbeeld, hier zie je de halve bol, de kwartbol en de achtste bol. Dus de achtste bol is met aan twee kanten een muurtje en aan de onderkant een gesloten vlak. En dan vervolgens, als je dan een afstand neemt, zie je hier de geluidsgegevens van de Elga E4. Dus op maximaal toerental, helemaal bovenin, maakt hij ongeveer 60 dB geluidsvermogen. En zie je vervolgens voor de halve bol, de kwartbol en de achtste bol in 3 regels in de tabel naar rechts toe met verschillende afstanden wat dan het effect is op het geluidsniveau. Dus je kunt op 1 meter, op 2 meter of 5 meter afstand gaan staan. En zo zie je iedere keer dat hij wat toeneemt. In afstand en het geluid daarmee wat afneemt. Maatregelen die je kunt nemen ten opzichte van het geluid en zeker trillingen naar de woning toe, dus voor de eigen woning, zijn onder andere trillingdempers, goede Bigfoots eronder, veertrillingdempers, rubbertrillingdempers, goede muurbeugels met eventueel zelfs rubberpluggen. Dat soort zaken kunnen we als accessoire ook leveren. Dus die zitten in het leveringspakket inmiddels opgenomen van Romea. Alternatief om geluid naar de omgeving te dempen. Het plaatje zie je links al op de foto staan. Is bijvoorbeeld in de vorm van een merknaam Climeleon of andere vormen van geluidskappen die je eventueel kunt plaatsen rondom je buitenunit. Hou er rekening mee dat daar de luchtstromen uiteraard ook weer van belang zijn. Dus dat die kappen groot genoeg zijn dat ze de luchtinstroom en uitstroom vrij hebben. En dat je ze dus niet met één kant bijvoorbeeld helemaal tegen de muur aan plaatst, zodat er geen lucht in kan stromen en alleen maar uit kan stromen. Niet onbelangrijk. Verder hoort er onder andere natuurlijk een werkschakelaar bij je buitenunit te hangen. En moet je er rekening mee houden dat bijvoorbeeld de LGE's buitenunit ook moet kunnen draaien als het gesneeuwd heeft. Of als die gaat ontdooien, dat zijn smeltwater makkelijk weg kan lopen en vorstvrij ook afgevoerd kan worden. En als het er niet heel veel toe doet, bijvoorbeeld op een plat dak, dan zou je kunnen zeggen, weet je wat, ik laat dat water gewoon op het dak lopen en als het bevriest is dat niet heel erg. Maar zorg er dan voor dat die buitenunit wel hoog genoeg staat, dat als het aanvriest, dat die niet in zijn eigen ijs komt te staan als het ware. We hebben in de binnenunit hebben gezien hoe de kabel tussen de binnen- en de buitenunit aangesloten moet worden. Maar voor de buitenunit hadden we dat nog niet bekeken. En dat zit achter het kapje van de buitenunit.
Daar zitten ook vier klemmen, wederom fase 0 aarde en een signaal, de S3-aansluiting om de communicatie te verzorgen. Ja, het wijst zich redelijk voor zich, want dezelfde aansluitingen zitten ook in de binnenunit. Dus gebruik alsjeblieft gekleurde kabel, zodat je weet welke aansluiting waar hoort. Hè. Dus bruin voor fase, blauw voor de neutral, voor de nul en groen-geel voor de aarde uiteraard. En dan bijvoorbeeld een zwarte ader voor je communicatie. Als je dan toch bij die buitenunit staat, is het wel handig om je nog even te realiseren dat het koude middel brandbaar is. De buitenunit is voorgevuld met de juiste hoeveelheid koude middel. Dus zorg ervoor dat je je registratie doet. Schrijf wat serienummers op of maak een foto, want nu ben je nog bij de buitenunit en kun je dit soort zaken makkelijk regelen. Maar als je eenmaal in bedrijf gaat stellen bij de binnenunit, dan is het wel zo handig als je dat nog eventjes weet en bij de hand hebt. De inbedrijfstelling, want dat is eigenlijk de laatste stap die dan genomen moet worden. Als je eenmaal de F-gassen aangesloten hebt, afgeperst hebt, gevacuumeerd hebt en het koude middel uit je binnenunit hebt laten lopen, of uit je buitenunit hebt laten lopen, je leiding in, naar je binnenunit toe. Ja, dan is de boel eigenlijk klaar voor inbedrijfstelling. We hebben het elektrisch aangesloten, we hebben het hydraulisch aangesloten, koude technisch aangesloten en dan resteert alleen dit nog. Daar hebben we een checklistje voor, dus je kunt een aantal zaken gewoon op papier nalopen. Om ervoor te zorgen dat je nog een keer die controle doet. Van heb ik alle punten gehad? Is alles lekdicht? Heb ik geen gekke dingen gedaan? Zit alles goed aangesloten? En als dat helemaal zover is, dan hebben we nog een paar aandachtspuntjes die misschien gek zijn als je erbij staat en waarvan je denkt, hey, hoe kan dit nou? Eén daarvan is bijvoorbeeld dat als het buiten koud is geweest, of als het buiten koud is en je water is flink afgekoeld, dan zal eerst je buitenunit uitblijven en ervoor zorgen dat de ketel eerst het water voorvormt tot 20 graden. Als dat water eenmaal 20 graden is, dan mag ook de buitenunit gaan draaien en komt de elga erbij. Wel op voorwaarde uiteraard dat rendement dan goed is en dat de energiekosten goed afgewogen worden. Want ja, als het buiten heel koud is en de watertemperaturen zijn inmiddels opgelopen, dan zal toch je buitenunit misschien wel uitblijven omdat hij zegt ja, het rendement is gewoon te slecht. Het is goedkoper om de ketel te laten draaien. Mocht je dat per se willen doen, dan raad ik je aan om bijvoorbeeld in bedrijfstijl app te gebruiken, want dan kun je handmatig wat testmodi gebruiken. Je kunt dat overigens ook op het display van de warmtepomp zelf activeren. Dus je kunt echt naar een testmodus toe en ervoor zorgen dat de warmtepomp zelf gaat draaien in plaats van dat de ketel erbij komt. De beveiliging van de 20 graden zit er overigens wel altijd in. En die eenvoud en snelheid samen met de e-smart, de bekende strategie van Ramea, de LGA-platform, wat in allerlei toestellen zit. Dat maakt bijvoorbeeld ook displays uitwisselbaar, maakt menustructuren herkenbaar. Dat zul je hier ook weer herkennen. Dus het ACE-platform maakt gebruik van gelukkig inmiddels een carouselmenu, zodat je wat makkelijker door de menustructuur heen kunt en niet per se parameternummers uit je hoofd moet kennen. Maar ook de parameternummerfunctie, als je daar wel gewend mee om mee te werken, zit er gewoon nog in. En je kunt bijvoorbeeld ook parameters zoeken. Dus de zoekfunctie zit er ook in. Dat maakt het wat makkelijker dat als je in de handleiding helemaal gevonden hebt wat je wilt verstellen, dat je ook makkelijk naar zo'n parameter toe kunt browsen eigenlijk. Voor de mensen die het niet weten, de installateurscode voor de regeling is 0012 om het installateursmenu in te gaan. Dat geldt overigens voor alle ACE-platformen toestellen van Ramea. Wel makkelijk om te weten, daar zit namelijk een aantal instellingen in waar je als installateur goed bij kunt. En die voor de particulier wat minder vanzelfsprekend zijn of die we eigenlijk niet zo heel makkelijk toegankelijk willen maken. En zoals gezegd, we hebben een Smart Start app. Daarover gaan we volgende week wat verder in, maar ik wil jullie alvast een voorproefje geven van hoe dat eruit ziet. Op je mobiele telefoon, iPhone of Android is er een app beschikbaar en die maakt verbinding via Bluetooth met je LGA's. Dus als je bij het toestel staat, kun je met je telefoon of met je tablet kun je de boel in bedrijf stellen. En daarmee onder andere kiezen voor bijvoorbeeld de stooplijn die je instelt, het afgiftsysteem wat erachter zit, of je een LGA 4 of een 6 hebt. Je kunt er allerlei stappen doorlopen en daar word je gewoon mee aan de hand genomen. En aan het einde van de app, of eigenlijk van de cyclus die in die app zit, is je LGA's helemaal klaar voor in bedrijfstelling en heb je zelfs een aantal testprogramma's. Je kunt verwarmen, koelen, verwarmen met alleen de LGA, verwarmen met LGA en ketel samen. Dus je kunt alles even testen om te kijken of het allemaal netjes werkt. En een van de andere dingen die je kunt instellen is bijvoorbeeld dus of je energiekosten bespaart of juist op CO2 wil besparen. Die keuze zit er allemaal in. En dat kun je allemaal met één appje doen en per toestel netjes doorlopen.
En als je dan slim bent, dan sla je configuratie op. En zeker als je wat vaker LGAS plaatst, is dat heel makkelijk. Want een oude configuratie kun je ook weer hergebruiken. Dus als je zegt, goh, ik heb een configuratie opgeslagen met bijvoorbeeld radiatoren. Met een bepaalde stooklijn, sla die dan met een slimme naam op, zodat je hem goed herkent. En dat je hem bijvoorbeeld bij een volgende LGA's weer kunt gebruiken. Als die in bedrijfstelling helemaal klaar is, dan resteert nog eigenlijk om een aantal parameters mogelijk nog te doorlopen. Bijvoorbeeld om je ontwerpgebied nog even te checken. Standaard staat die goed ingesteld, zou voor 90-95% van de installaties goed zijn. Maar misschien heb je net wat minder nodig, of net wat meer. Nou, dat kun je eventueel veranderen in de regeling. Je ziet hier het parameternummer staan. Daarnaast moet je bijvoorbeeld ook de ruimteinvloed nog even apart instellen. Als je voor een e-twist kiest, kun je hem meer of minder ruimteafhankelijk maken. Je kunt de bedrijfsmodus kiezen. Kies voor een klokprogramma als je een e-twist hebt. Kies voor continu als je voor aan-uit gaat. Aan-uit, dan zit de klok mogelijk wel in je aan-uit thermostaat, maar je wil dan niet dat je LGA's ook nog een eigen klok hanteert. Dat is niet handig. Je kunt tarieven voor elektra en gas invullen. Ook daar de standaardwaardes, ik zeg uit mijn hoofd, staan ze op, ik meen 23 cent voor elektra en 79 cent voor gas. Zijn representatieve waardes voor wat ze dit jaar ongeveer zijn. Maar als dat volgend jaar of het jaar daarna gaat veranderen, dan kun je die tarieven eventueel wijzigen in de parameters zoals ze hier staan. En uiteraard wat overige parameters, als je wil koelen of iets dergelijks, is dat ook wel handig. Mijn laatste slide voor nu. En daarna komt Rick nog eventjes met de samenvatting. We hebben nog wat andere zaken die digitaal wel handig zijn. Je kunt je LGA's registreren in de Mijn Remea-omgeving. Je kunt daar je Smart Start of je Smart Scan app voor gebruiken. En daarmee de barcode eigenlijk van het toestel scannen. Dat maakt het des te makkelijker om een toestel te registreren. En als je registreert, dan kun je daar ook in je bijvoorbeeld het Hybrid Hero programma nog verder gebruik van maken. Het draagt in ieder geval bij aan je totaal ervaring opleving bij Remea. En zorgt ervoor dat je wat extra's kunt krijgen. En de laatste is het beheer op afstand. Ik zei het al, het toestel is uitgevoerd met een 4G kaartje. Zodat de LGA op internet gemeld kan worden. En dat maakt het mogelijk om, als je de LGA aangemeld hebt. En uiteraard heb je daar de toestemming van de gebruiker voor nodig. Als het toestel aangemeld is, dan kun je bijvoorbeeld het toestel bij storingen een melding laten sturen per e-mail. Zodat je weet dat het toestel een storing heeft. In plaats van dat uiteindelijk de gebruiker erachter komt als het eenmaal afgekoeld is in de woning en in de kou zit. Dus dat zijn zaken die je kunnen helpen om de service naar de eindgebruiker te verhogen en ervoor te zorgen dat je klanten tevreden houdt. Rest mij Rick nog even weer het woord te geven voor de samenvatting. En dan wil ik jullie in ieder geval namens mij in ieder geval heel hartelijk danken voor jullie aandacht. Dan geef ik het woord graag weer even aan Rick. Dankjewel Marijn. Ja, het was weer bijzonder informatief. En ik vind het altijd een genot om zo'n gepassioneerde specialist aan het woord te horen zoals jij. Dankjewel. Ik ben van mening dat een hybride waterpomp de standaard is van de nabije toekomst. Ik bedoel daarmee, daar waar normaal gesproken een ketel door een andere ketel vervangen werd, dat nu eigenlijk standaard een hybride geplaatst wordt, waarbij alle overige opties de uitzondering worden. Maar nu zijn er natuurlijk ontzettend veel aanbieders in de markt van hybride waterpompen. Bij ketels waren dat er maar een paar, bij waterpompen zijn dat er veel meer. En wat maakt nu dat de keuze voor Remea een verstandige keuze is? Nou, dat zit hem eigenlijk kort gezegd in twee dingen. Enerzijds het product en anderzijds de organisatie. En voor beide laat ik u even weten wat daar speelt. Ten eerste even die LGA's. Wat waren ook alweer de voordelen? Nou, in ieder geval die LGA's is met elke willekeurige ketel te combineren. En je kunt altijd warmte tegen de laagste energiekosten garanderen. Dat is natuurlijk van ontzettend groot belang voor de gebruiker van de hybride warmtepomp. Het is eenvoudig en snel te installeren. Heel veel dingen zijn voorbereid in de LGA's, waarmee hij heel gemakkelijk ook te installeren is. In de poll liet u weten dat een groot deel van u nog geen ervaring heeft met het installeren van hybride warmtepompen. Ik zou heel graag willen dat we met elkaar die ervaring gaan opbouwen. En ik denk ook dat het heel makkelijk kan met de LGA's. Eigenlijk zijn er vrij weinig drempels om te beginnen vanwege die eenvoud van installatie. Die LGA's wordt optimaal ingezet en de warmtepomp en de ketel worden optimaal ingezet. Altijd warmte tegen het laagste kosten. U heeft te maken met een vertrouwd merk. Als u kennis heeft van Remea ketels en u heeft kennis van de software en het menu, dan zal ook de LGA's u heel bekend gaan voorkomen.
En dat biedt natuurlijk alleen maar voordelen. Naast het feit dat die LGA's ook nog een keer waanzinnig compact is. Hè. Een grote schoenendoos is het formaat van de binnenunit. Ik zei al, een keus voor een Remea-systeem heeft enerzijds te maken met het product, maar anderzijds met de organisatie. Wat ik net al zei, een groot deel van u moet nog ervaring gaan opbouwen met de hybride waterpomp. Dat hoeft u niet alleen te doen. Wij staan achter u en willen heel graag helpen met het opbouwen van die ervaring. En om dat te gaan doen, kunt u zich aanmelden voor het Hybrid Hero programma. En dat betekent dat we u gaan helpen om een vakkundige hybride waterpompinstallateur te worden. Als u zich aanmeldt, en op de laatste sheet van deze PowerPoint vindt u een link hoe dat te doen, en u kreeg deze PowerPoint morgen opgestuurd. Als u zich aanmeldt, dan mag u van ons wat tools verwachten en ondersteuning. Ondersteuning sowieso vanuit de organisatie, maar ook tools als het gaat om het inregelen van de LGE's of als het gaat om het berekenen van de besparing die je kan realiseren door van je gasketen naar een hybride ketel te gaan. Heel veel mensen, heel veel particulieren melden zich bij ons op de website. Als Remea verwijzen wij deze vragen door naar installateurs. Door u aan te melden als Hybrid Hero bent u er ook van verzekerd dat u ook leads van ons krijgt in uw postcodegebied. U kunt de bespaartool op uw website krijgen en dan niet met een Remea logo en Remea look and feel, maar indien gewenst met uw eigen bedrijfslogo erop, met uw eigen beelden. We houden u op de hoogte van alles wat er speelt als het gaat om ontwikkelingen op het gebied van hybride waterpompen, zodat u altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en we helpen u om verder te verbeteren, maar wij verwachten ook uw hulp, uw feedback om onze service en producten verder te kunnen verbeteren. En last but not least, als u zich aanmeldt als Hybrid Hero, dan krijgt u ook korting op alle trainingsprogramma's die wij hebben. Via deze link kunt u zich aanmelden en ik zou het geweldig vinden als u dat doet, want wij als Remea vinden het waanzinnig belangrijk om een goede relatie met u als installateur te onderhouden. We hebben gelukkig een goede relatie en ik denk dat we die alleen nog maar kunnen verstevigen door met elkaar die hybride markt verder te veroveren. Heel erg bedankt voor het bijwonen van dit webinar. Volgende week is er weer één, 7 juli. En dat is een webinar waar we weer op de LGE's ingaan, maar waar we veel dieper ingaan op de technologie. En dan moet u denken aan onderwerpen als koelen met de LGE's, aan zonneren, dus regelen per vertrek, aan mogelijkheden om het systeem nog verder te optimaliseren en het onderwerp connectiviteit. U bent uiteraard van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen en we kijken uit naar uw komst. Voor nu, hartelijk dank voor het bijwonen en nog een hele mooie avond gewenst. Namens Marijn en mij, dank u wel.